Academische zitting waarin William van Doorn het academisch proefschrift getiteld Rethinking Biomarker Innovations in Laboratory Medicine in het openbaar zal trachten te verdedigen. Voor hij dat gaat doen wil ik u graag hartelijk danken voor uw komst naar deze aula onder deze barre omstandigheden. Ook een hele prestatie. Voordat wij overgaan tot de feitelijke verdediging krijgt u gedurende 15 minuten de gelegenheid om een samenvatting te geven van uw werk en de belangrijkste aanbevelingen en conclusies. U heeft het woord. Geachte prorector, geachte leden van de corona, beste vrienden, familie en collega's. Ik vind het heel leuk om jullie hier in grote getalen te zien, inderdaad ondanks het slechte weer. In het komende kwartier ga ik mijn onderzoek van de afgelopen jaren presenteren wat geleid heeft tot mijn proefschrift Rethinking Biomarker Innovations in Laboratory Medicine. Vrij vertaald, ook wel een andere kijk op biomarker innovaties in de laboratoriumgeneeskunde. Ik hoop dat aan het eind van deze presentatie jullie begrijpen waarom ik voor deze titel heb gekozen. Voordat ik de belangrijkste bevindingen uit mijn proefschrift ga presenteren, geef ik jullie eerst graag een korte introductie. Wanneer u ziek bent of op controle komt in het ziekenhuis, zal er vaak een buisje bloed worden afgenomen. Dit doet de arts om informatie te verkrijgen over uw gezondheid. Middels dit buisje zal het ziekenhuislaboratorium verschillende stofjes in uw bloed meten. Er zijn talloze voorbeelden van dit soort stofjes en graag geef ik jullie er drie. Uw arts kan bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in uw bloedsuiker, ook wel glucose genoemd. Bijvoorbeeld omdat u al enige tijd verslapt bent of omdat u op controle komt voor uw diabetes. Een tweede voorbeeld is dat uw arts geïnteresseerd is in uw infectiewaarde, ook wel CRP genoemd. Bijvoorbeeld omdat u al enige tijd last heeft van koorts of verdacht wordt van een longontsteking. Een derde voorbeeld is het harteiwit troponine. Hierin kan uw arts geïnteresseerd zijn wanneer u met pijn op de borst komt en hij of zij hiermee wil uitsluiten dat u last heeft van een hartaanval. De bloedsuiker, de infectiewaarde en het harteiwit zijn alle voorbeelden van biomarkers. Biomarkers zijn gemeten stofjes die gebruikt worden om bepaalde ziekten te voorspellen, aan te tonen of op te volgen. Omdat biomarkers een dusdanig belangrijke rol spelen in de diagnose, behandeling en opvolging van ziekte, is er dus veel baat bij om continu nieuwe, snellere, goedkopere, betere biomarkers te ontdekken. Dit zien we ook terug in de trends van de afgelopen jaren, waarbij al jarenlang het aantal nieuw ontdekte biomarkers stijgt en in het afgelopen jaar 2022 zelfs meer dan 80.000 onderzoeken werden gepubliceerd over nieuwe biomarkers. Dit staat echter in sterk contrast met het aantal nieuwe biomarkers dat we in de dagelijkse patiëntenzorg gebruiken. Het aantal nieuw ontdekte biomarkers dat in de patiëntenzorg gebruikt wordt, beperkt zich slechts tot 1 of 2 per jaar. Dit fenomeen staat aan de basis van mijn proefschrift. De centrale filosofie van mijn proefschrift is dan ook om juist huidige biomarkers te optimaliseren, in plaats van weer een nieuwe te ontdekken om de dagelijkse patiëntenzorg te verbeteren. En ik wil jullie dit graag tonen aan de hand van 2 voorbeelden. Het eerste voorbeeld betreft het verbeteren van de diagnostiek na een hartinfarct, in de volksmond ook wel hartaanval genoemd. De troponine biomarker speelt hierbij een cruciale rol. En in dit proefschrift hebben we gepoogd deze te gaan verbeteren. Het tweede voorbeeld betreft het opsporen van hoogrisicopatiënten op de eerste hulp. Hierbij willen we juist informatie van meerdere biomarkers combineren. Van oudsher kijken we vaak naar 1 of 2 biomarkers tegelijkertijd. Dat zagen we net ook in de voorbeelden. Het idee van mijn proefschrift is juist om informatie van meerdere biomarkers te combineren, omdat er vaak waarschijnlijk in deze informatie of in deze de combinatie veel informatie verborgen zit. Het resterende deel van mijn presentatie zal ik doen aan de hand van deze 2 voorbeelden, waarbij ik begin met het linker voorbeeld. Voordat ik ook hier inga op de belangrijkste bevindingen, geef ik graag een korte introductie naar het huidige gebruik, maar ook de tekortkoming van de troponine biomarker bij de diagnostiek na een hartinfarct. Over het algemeen zullen patiënten die zich presenteren met pijn op de borst worden verdacht van een hartinfarct. Om deze verdenking te kunnen bevestigen, berust de diagnose van een arts op 3 pijlers. Allereerst zal deze anamnese en lichamelijk onderzoek afnemen om de klachten van de patiënt te vertalen naar een vermoedelijke diagnose. Ten tweede zal de arts een elektrocardiogram maken, in de volksmond ook wel hartfilmpje genoemd. Als laatste zal hij de biomarker troponine meten in bloed. En over het algemeen kan die troponine biomarker een best goed onderscheid maken tussen het wel of niet hebben van een hartinfarct. Lage troponine waarden sluiten over het algemeen een hartinfarct vrij goed uit.
hoge troponinewaarde, ondersteunende artsen en verdenking, hartinfarct. Helaas zijn er een aantal andere ziektebeelden die ook kunnen zorgen dat troponine in uw bloed komt. Enkele voorbeelden hiervan ziet u op de slide. Er zijn onder andere nierziekten, infecties, operaties en longziekten. Wanneer een patiënt met een van deze ziektebeelden zich presenteert met daarbij ook de typische klachten van een hartinfarct, is het voor de arts heel moeilijk om te onderscheiden of de troponine nu van het potentiële hartinfarct komt of van een van deze ziekten. En de kernvraag die we onszelf dan dus ook moeten stellen is, hoe kunnen we nu het onderscheid maken van een hartinfarct van deze andere ziekte wanneer beide zorgen voor troponine in het bloed? Ons antwoord daarop is zuurstoftekort en graag leg ik jullie uit waarom. In het klassieke geval van een hartinfarct zal een van de vaten op het hart, ook wel coronaire genoemd, dicht komen te zitten. Hierdoor zal de bloedtoevoer naar het achterliggend hartweefsel stil komen te liggen en daardoor zal dit hartweefsel zonder voedingsstoffen en nog belangrijker zonder zuurstof komen te zitten. Uiteindelijk zal het hartweefsel afsterven en zal hierdoor troponine in het bloed komen. In de andere ziektebeelden is er ook hartschade, bijvoorbeeld doordat de druk op het hart toeneemt of dat er mechanische schade is door een grote operatie. Ook hier zal hartweefsel afsterven, maar zal er nooit een periode van zuurstoftekort zijn. Het aantonen van dit zuurstoftekort zou dus potentieel het hartinfarct kunnen onderscheiden van de andere vormen van hartschade. Een mooi woord voor zuurstoftekort is ook wel hypoxie. Binnen een ziekenhuis kijken we al vaker naar hypoxie, specifiek bij de beeldvorming van tumoren bij patiënten met kanker. Deze patiënten krijgen een hypoxielabel toegediend en dit hypoxielabel gaat vervolgens ophopen in de weefsels waar geen zuurstof is. Vervolgens kan de arts door beeldvorming te gebruiken precies zien welk deel van de tumor nog zuurstof heeft en welk deel van de tumor geen zuurstof meer heeft en dus hypoxisch is. Dit is belangrijk voor de verdere behandeling van dit soort patiënten. Het principe van het hypoxielabel willen wij gaan toepassen op de troponinebiomarker. En voordat we dit kunnen doen, neem ik jullie graag even een stapje mee terug door jullie uit te leggen hoe we op dit moment de troponinebiomarker in bloed meten. Troponine is een eiwit. En net zoals alle andere eiwitten bestaat het uit verschillende bouwstenen. We noemen dit ook wel aminozuren. Je ziet ze op de slide afgebeeld door de bolletjes met de verschillende letters. Door het gebruik van een immunoassay kunnen we middels een antilichaam wat enkel de specifieke combinatie van bouwstenen die herkent die uniek zijn voor troponine. En vervolgens kunnen we middels een signaaltje de troponine opsporen in het bloed. In ons idee van het proefschrift willen we exact hetzelfde immunoassay principe gebruiken. We zien hier wederom de bouwstenen van troponine, waarbij er aan een van de bouwstenen een blauw labeltje zit. Dat is het hypoxielabel. Als we vervolgens een antilichaam kunnen gebruiken wat precies de combinatie herkent van de bouwstenen en van het hypoxielabel, zouden we naar een hypoxisch troponinebiomarker kunnen gaan. We zien hier op de animatie het oude antilichaam van de huidige meting. Dat zal niet werken en uiteindelijk moeten we dus toe naar een antilichaam wat de combinatie herkent. En voordat we dit kunnen doen, moeten we exact weten hoe en naar welke bouwsteen dit hypoxielabel bindt. In een serie van experimenten kwamen we tot de volgende bevindingen. Ten eerste vonden we dat het hypoxielabel zowel tijds- als zuurstofafhankelijk in weefsels ophoopte. Dit vonden we aan de hand van experimenten met gekweekte hartcellen. Ten tweede, en de meest belangrijke bevinding, vonden we dat één specifieke bouwsteen, genaamd cysteïne, verantwoordelijk was voor het binden van het hypoxielabel. U ziet dit ook terug op de ingewikkelde figuur, waarbij de cysteïne bouwsteen afgekort is als C en het hypoxielabel wederom de blauwe figuur is. Door de precieze werking van het hypoxielabel te achterhalen, hebben we nu een routekaart in handen om een hypoxisch troponine biomarker te gaan ontwikkelen. Op de slide ziet u de ingewikkelde structuur van troponine, afgebeeld in rood, en de cysteïne bouwstenen van het troponine eiwit afgebeeld in geel. Door specifiek een immunoassay te gaan ontwikkelen die de 80ste bouwsteen herkent wat de cysteïne is, in combinatie met het hypoxielabel, zouden we dus richting een hypoxisch troponine biomarker kunnen gaan. In de toekomst zou dit de diagnostiek naar een hartinfarct kunnen verbeteren, omdat we nu eindelijk het onderscheid kunnen maken tussen het hartinfarct en de andere ziektebeelden die troponine in het bloed veroorzaken. Het centrale idee van mijn proefschrift is dat het effectiever is om huidige biomarkers te optimaliseren dan weer een nieuwe te ontdekken om de dagelijkse patiëntenzorg te verbeteren. In dit eerste voorbeeld toonden we aan dat we door middel van de troponine biomarker te verbeteren
potentieel de diagnostiek naar een hartinfarct kunnen verbeteren. Graag ga ik nu verder met het tweede voorbeeld. Het tweede voorbeeld betreft het combineren van meerdere biomarkers om hoogrisicopatiënten op de eerste hulp op te sporen. Ook hier geef ik graag eerst een korte introductie voordat ik de belangrijkste bevindingen presenteer. Dagelijks komen er talloze patiënten op de eerste hulp van een ziekenhuis. En zodra een patiënt binnenkomt, is het vaak nog onduidelijk hoe ziek de patiënt is. Een van de eerste taken van een arts is dus ook om snel een inschatting te maken van het acute risico van de patiënt. Dit noemen we met een mooi woord ook wel triage. En ziet u afgebeeld middels het stoplichtsysteem op de slide. Door middel van deze triage kan de arts een aantal belangrijke keuzes maken. Bijvoorbeeld beslissen welke patiënt als eerste acute zorg nodig heeft op de eerste hulp. Tijdens zo'n bezoek aan de eerste hulp wordt er vanzelfsprekend bloed afgenomen en worden in het bloed meerdere stofjes gemeten, zoals jullie nu weten ook wel biomarkers. Over het algemeen zijn artsen vrij goed getraind om meerdere biomarkers tegelijkertijd te beoordelen. Helaas is ons menselijk denken beperkt tot 3 of 4 dimensies, waardoor het herkennen van meer dan 3 of 4 biomarkers tegelijkertijd best ingewikkeld wordt. En het idee van mijn proefschrift was juist om alle informatie van biomarkers te combineren. We hebben dit vervolgens gedaan middels machine learning. Machine learning stelt ons in staat om op een gestandaardiseerde manier juist alle informatie van de biomarkers te combineren, zodat we ook de informatie die verborgen zit in de combinatie van de biomarkers kunnen gebruiken. We gebruikten hiervoor biomarker data uit ons eigen ziekenhuis en leerden de computer om hoogrisicopatiënten te herkennen op de eerste hulp. Dit risico noemden we ook wel de risk index en definieerden we als de procentuele kans dat de patiënt binnen 31 dagen kwam te overlijden. Het eerste wat we vervolgens onderzochten was of onze computer dat wel inderdaad beter kon dan de arts op de eerste hulp. We selecteerden hiervoor 100 patiënten van de eerste hulp, toonden al hun biomarkerinformatie en vroegen zowel de arts als de computer welke patiënt komt binnen 31 dagen te overlijden. De resultaten beoordeelden we inmiddels een ROC-curve. En voordat ik jullie de resultaten ga presenteren, leg ik graag uit hoe zo'n ROC-curve nu precies werkt. ROC-curve is een grafiek die laat zien hoe goed de arts of de computer het onderscheid kan maken tussen een overleden en niet overleden patiënt. Bij een perfect onderscheid zal de lijn linksbovenin lopen, dat zien we op het plaatje ook wel als de blauwe lijn. Bij een onderscheid wat totaal willekeurig is, vergelijkbaar met het opgooien van een munt, zal die schuin omhoog lopen, ook afgebeeld als de rode lijn. In ons onderzoek zagen we dat de computer beter in staat was om overleden en niet overleden patiënten van elkaar te onderscheiden. Dit zien we in de grafiek ook wel, omdat de lijn van de computer meer richting de linkerbovenhoek loopt dan die van de artsen. Deze resultaten waren veelbelovend, maar waren slechts beperkt tot de patiënt uit ons eigen ziekenhuis. We vroegen ons daarom ook af, werkt het nou ook in andere ziekenhuizen? Hiervoor selecteerden we 260.000 patiënten uit verschillende ziekenhuizen, onder andere Sittard, Heerlen en Amersfoort. En eveneens maakten we daarvoor een computermodel en beoordeelden we de resultaten middels de ROC-curve. Hierbij lieten we weer zien dat de computer goed onderscheid kan maken tussen overleden en niet overleden patiënten op de eerste hulp. En we toonden hiermee dus aan dat het mogelijk is om alle biomarkerinformatie te combineren naar een risicoscore. Toekomstig onderzoek moet hierbij uitwijzen hoe en waar we precies dit middel op de eerste hulp moeten gaan inzetten. Dit rond het tweede en laatste voorbeeld van mijn presentatie af. In mijn proefschrift hebben we het centrale idee getoetst dat het effectiever is om huidige biomarkers te optimaliseren dan weer een nieuwe te ontdekken. En middels deze twee voorbeelden tonen we aan dat het inderdaad een aantrekkelijk alternatief is. Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel en hartelijk dank voor deze heldere en vrij geïllustreerde samenvatting. De oppositie zal nu worden geopend door professor Koopmans. Hij is hoogleraar interne geneeskunde aan deze universiteit. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de promovendus, ik heb het boekje met heel veel plezier en interesse gelezen. Ik ben internist en wij hebben natuurlijk veel te maken met allerlei labbepalingen. En ik vind dat u daar op een fantastische manier werk van gemaakt heeft. De klinische chemie zit natuurlijk, als ik het even zo badinerend mag zeggen, op een enorme databerg.
Het heeft mij altijd verbaasd dat die databerg daar ligt te slapen. Maar daar heeft u verandering in gebracht. En u heeft daar op een heel interessante manier allerlei analyses op losgelaten. En wat ik ook begrijp is, u bent zelf geen klinicus. Dus dat betekent dat het een bepaald aspect heeft wat bij klinici vragen oproept. En ik wil u daar enorm mee feliciteren en ook uw promotieteam, want ik vind dat heel knap gedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat bij mij het boekje meer vragen opriep dan het antwoorden gaf. Maar dat vind ik eigenlijk persoonlijk, is niet bedoeld als een steek onder water, maar dat vind ik echt een kwaliteit, een compliment eigenlijk dat je dat doet. En ik moet zeggen, van een aantal hoofdstukken heb ik echt heel lang over nagedacht, omdat die zo bijzondere uitkomst geven en wat moeten we daar nu mee? Goed, daar zult u nog een aantal vragen over krijgen, maar daar wilde ik het nu niet over hebben. Ik wilde het hebben over het hoofdstuk wat gaat over de diurnale variatie van het pro-BNP. En er zijn mooie plaatjes, op bladzijde 76 staan die. Misschien wilt u die even opslaan, dat is voor u fijn. Daar heeft u gezonde vrijwilligers en u heeft mensen met een nierziekte gevraagd om bloed af te staan. En die mensen die vertonen dan een hele mooie variatie in dat pro-BNP. En daar trekt u een sinuscurve doorheen. En wilt u eens uitleggen waarom u daar een sinuscurve doorheen getrokken heeft? Hoogleden op een end, allereerst dank voor uw mooie woorden en ook dank voor de vraag. We hebben hier inderdaad gekeken naar het dag- en nachtritme van die natriuretische peptides, zoals u aangaf. Dit hoofdstuk bestond in die zin uit twee delen. Het eerste deel was het klinische cohort, vanuit Basel kwam. En het tweede deel, dat is eigenlijk hetgeen wat we hier in Maastricht hebben gedaan, dat zijn de vrijwilligers die hier in ons ziekenhuis hebben gelegen om het dag-nachtritme te bestuderen. En we hebben die sinuscurve toegepast omdat wij sterk de hypothese hadden dat deze peptides een dag-nachtritme vertoonden. En door het gebruik van een dusdanige curve kunnen we die hypothese toetsen. Ja, dat begrijp ik. Hè? Nou is het zo dat als je naar die plaatjes kijkt, dat sommigen die doen het eigenlijk best wel aardig, maar sommigen die doen het evident helemaal niet. Hè? Mm-hmm. En wat mij opviel was dat als de mensen komen is het hoog en als ze weggaan is het laag. Maar dat is allebei 8:00 PM. Hoe kan dat nou met een sinuscurve? Ja, dat is een observatie die we zelf ook gezien hebben. Niet alleen bij de natriuretische peptides, maar ook bij andere biomarkers. Ik heb daar het antwoord niet op. Er zijn wel een aantal hypothesen die we daarover hebben. Een van de dingen die er toch gebeurt met deze mensen is dat ze relatief veel liggen. En dat zou kunnen meespelen. We hebben wel een aantal dingen onderzocht om te kijken of we dat kunnen verklaren, maar we hebben er nooit echt een goed antwoord op gevonden. Goed, dat lijkt me een heel eerlijk antwoord. Ik persoonlijk denk ik dat die ritmes kunnen bepaald worden door dingen als activiteit. En als die mensen komen, zijn ze natuurlijk heel actief. En als ze weggaan, dan zullen ze betrekkelijk in rust zijn. Dat maakt verder niks uit. Ze kunnen ook bepaald worden door het daglicht of door wat mensen gegeten hebben. Dus dat kan van alles zijn. Waar het uiteindelijk om gaat natuurlijk, is wat kun je ermee? En u laat heel interessant zien dat je als je de rekening houdt met de dag-nachtritme, dan kun je er wat meer mee met die bepaling. En dat doet u in een grote groep patiënten, waar je uiteraard niet van weet hoe dat ritme loopt. Dat begrijp ik. Mm-hmm. Maar is het zo dat de klinische chemie die probeert mensen zoals ik te helpen? En een voorbeeld daarvan is de CKD-EPI. Dat is een schatting van de nierfunctie, die haten wij overigens, want daar zit heel veel onbetrouwbaarheid in. Maar u doet het. Moet u dan hier ook niet een soort CKD-EPI voor ontwikkelen? Is dat de bedoeling? Dat er voor deze bepaling straks in de computer een genormaliseerde waarde komt? Dat is een goede vraag. Dat kun je afvragen als we kijken naar het effect wat het had in het klinisch cohort. Dan zie je dat daar statistisch echt wel een effect meeneembaar is op populatieniveau. Je kunt je afvragen hoe zich dat vertaalt naar een individu. Waarschijnlijk ga je met het introduceren van een formule of met gecorrigeerde referentiewaarden, bijvoorbeeld op basis van dagdeel, ga je het mogelijk iets verbeteren. Maar goed, je compliceert daardoor ook alweer de zaak, want de referentiewaarden veranderen en dat is toch ingewikkeld vaak. Dus de vraag of je daarmee echt gezondheidswinst hebt, dat is heel moeilijk denk ik te bepalen. Is dat iets wat uitgezocht moet worden in een volgend onderzoek of is dat iets wat u overlaat aan de eindgebruiker? Ik denk dat
je dat zeker zou kunnen onderzoeken, dan zit je snel te denken aan iets van een kosteneffectiviteitsstudie. Wat ik wel heb gemerkt is gedurende dit onderzoek, toen we ook praten met de klinici, in dit geval dan vanuit Basel, was hun onderbuikgevoel wel dat dit verschil niet groot genoeg was om daadwerkelijk gezondheidswinst te behalen. Yes. Okay. Nou, dat vind ik een heel goed antwoord, want ik zit een beetje te zoeken naar wat dan een praktische implicatie zou zijn. Nou, is dit een voorbeeld van een fenomeen wat eigenlijk misschien wel voor alle klinisch-chemische bepalingen opgaat? Ik weet niet of u dat bewust is. Dat komt heel veel voor, hè? Een circadiane variatie. Bijvoorbeeld ook in het creatinine is dat zo. In hoeverre moeten we daar allemaal onderzoek naar gaan doen en in hoeverre moeten we daar rekening mee gaan houden? Dat is heel afhankelijk van heel veel factoren. Dat is sowieso denk ik afhankelijk van hoe het gebruikt wordt in de kliniek. Als het een biomarker is waarbij er vrij grote geaccepteerde marges zijn, dan is het waarschijnlijk sowieso minder zinvol, omdat een beetje deviatie dan niet erg is. Ik denk dat het enerzijds dus misschien vanuit klinisch perspectief niet altijd relevant is, maar zeker ook fundamenteel om dit soort dingen te begrijpen, heeft het wel degelijk meerwaarde. Mag ik nog een korte laatste vraag stellen, meneer? Dan even terug naar dit onderwerp, uiteraard. Dus dat begrijp ik, dus ik vind dat u daar heel goed over nagedacht heeft en dat dat een heel interessant onderwerp blijft. Nu gaan we even terug naar het diagnostisch pad waarvoor je deze bepaling gebruikt. Hè? Wat is nou, naar uw mening, dan de winst die je behaald hebt door de bevinding die u gedaan heeft? Wat weten we nu, wat we eerst niet weten? Als klinicus, dat is praktische klinicus, wat mag die doen? Nou goed, als we naar de resultaten kijken, dan is denk ik het, als je echt kijkt naar de klinische implicaties, dan is wat dat betreft figuur 3 op pagina 56, valt dat een beetje samen. En daarbij toon je dus eigenlijk wel aan dat er, als je je nu als patiënt gedurende de avond of nacht presenteert, je een klinicus op basis van die biomarker waarschijnlijk beter dat onderscheid kan maken in het geval van acuut hartfalen in deze context. Ja, dus eigenlijk is het zo dat de simpele regel is, presenteer je overdag, dan heb je er wat minder aan dan wanneer je je 's nachts presenteert. Ja, maar dat is wel, er zit wel extreme nuance in dat ze beide alsnog uitzonderlijk goed presteren. Ja. We zouden hier nog best wel lang over door kunnen praten, maar daar hebben we de tijd niet voor. Ik dank u hartelijk voor deze uitstekende antwoorden en ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Kusters. Hij is online bij ons aangeschoven en hoogleraar in economische effecten van laboratoriumdiagnostiek aan de Universiteit van Twente. Professor Kusters. Even muten of unmuten alsjeblieft. Meneer de prorector. Ik zie even niet meer de zaal. Ben ik nog gewoon in beeld? Sorry, ben ik gewoon te horen en te zien? Zeker. Oké. Okay. Nou, er was even wat. Ik kreeg een beeld waar ik u niet meer kon zien. Graag de promovendus. Ik zal snel van wel steken, anders hebben we dadelijk te weinig tijd voor de vraag. Ik wil u graag ook complimenteren met het fraaie proefschrift. Ik heb er veel plezier gelezen. Het eerste gedeelte is natuurlijk zeer sterk in de traditie van de onderzoeksgroep uit Maastricht, zoals we dat kennen. Het tweede gedeelte is echt zeer innovatief en ik wil u daar dus graag een compliment voor geven. En met die complimenten ook uw onderzoeksgroep en het promotieteam erbij betrekken. Ik wil graag met u spreken over hoofdstuk 8. In dat hoofdstuk heeft u aan de hand van een enorme hoeveelheid retrospectieve laboratoriumdata van 4 verschillende ziekenhuizen. Gedurende 6 jaar heeft u de data verzameld. Heeft u een model gebouwd van patiënten die zich op de SEH presenteerden. En dat model heeft ook gevalideerd. En met het model kan met grote zekerheid voorspeld worden welke patiënten binnen een maand zullen overlijden. Dat is eigenlijk een soort zwaard van Damocles, zou je kunnen zeggen. Nou zie ik dat de kans op overlijden binnen die termijn in Amersfoort het laagst is, namelijk 4%. In Maastricht het hoogst, 6,4%. Dus ik dacht, als ik mijn been breek of een appendicitis oploop, dan moet ik vooral wegblijven uit Maastricht.
Maar kennelijk heeft u dat niet weerhouden om dat model toe te passen in de verschillende huizen. Want ik zie wel aanzienlijke verschillen als je kijkt naar de validatie-ROC's. En dat is figuur 1 van het hoofdstuk. Dan zijn er grote verschillen in prestatie van het model in de verschillende ziekenhuizen. In Amersfoort presteert het model het beste feiten. Dan heb je de hoogste area under the curve. Dus het ziekenhuis met feiten de laagste mortaliteit op de spoedeisende hulp, die voorspelt ook nog eens het beste of je komt te overlijden. Dat geeft me ook te denken dat, denk ik, met machine learning kun je best last hebben van ongebalanceerde data. Zou dat hier misschien spelen? Dus kunt u mij uitleggen welke invloed op de modelontwikkeling de disbalans ook in, zeg maar, de prevalentieachtige verschillen die we zien hebben op de ontwikkeling van het model? En hoe verklaart u in dit licht dan de verschillen die we zien in die ROC-curves? Hoogleraar Opponent, dank voor uw mooie woorden en de zeer interessante vraag. Het klopt inderdaad wat u zegt, hè. Er zijn best wel substantiële verschillen, zowel in de mortaliteitscijfers als in de oppervlakte onder de ROC-curves. De uitkomstmaat, in dit geval 31-daags mortaliteit, heeft zeker invloed op de ROC-curve. Je kunt je voorstellen dat hoe kleiner de prevalentie, hoe beter je al automatisch presteert als je het iedereen levend zou scoren. Dus in die zin, hoe hoger het mortaliteitscijfer, hoe ingewikkelder het wordt om het te voorspellen en hoe slechter je ROC-curve in die zin wordt, of in ieder geval complexer. De verschillen tussen de centra, we hebben daar natuurlijk over nagedacht. We hebben daar, moet ik eerlijk zeggen, niet heel veel naar gekeken, maar er zijn een aantal factoren die hierin waarschijnlijk een rol spelen. U kunt nadenken over aanvraaggedrag op de eerste hulp, het mortaliteitscijfer dus, of een ziekenhuis wel of niet gebruik maakt van de zogenaamde labpakketten op een eerste hulp. Dat soort zaken. Ja, wat zegt dat dan over de stabiliteit, hè, de robuustheid van een dergelijk model? Want als we dan een eindje verder gaan in het proefschrift, dan vertaalt u dan het klinisch beslismodel, hè, clinical decision support model, pagina 151 zien we dat. En dan denk ik, ja, dan gaat u uit van een bepaalde negatief voorspellende waarde. Hè. U wilt dan met grotere zekerheid kunnen uitsluiten dat iemand komt te overlijden. Maar je weet ook dat die negatief voorspellende waarde sterk afhankelijk is van de prevalentie. En dat effect zien we misschien dan toch terug in het model. En dat geeft me te denken over de toepasbaarheid. En betekent dat nu dus dat je voor elke kliniek en ook in feite elke fluctuatie die optreedt, bijvoorbeeld in prevalentie, een nieuw model moet ontwikkelen? En eigenlijk geeft u, denk ik, het antwoord al een beetje in hoofdstuk 9, want dan heeft u gekeken naar de COVID-populatie. En dan zien we inderdaad dat die area onder de curve dramatisch zakt, hè, naar zo'n 80%. Kunt u daar eens op reageren? Wat moeten wij nou met zo'n model, wat in feite toch een beetje afhankelijk lijkt te zijn van de plek waar het wordt toegepast? Ik denk zeer terecht kritiek, hè. We hebben ervoor gekozen om per centrum een model te ontwikkelen. In de vroege fase hebben we ook eens gekeken naar wat er gebeurt als je het allemaal bij elkaar voegt. Ik zelf, en dat is echt een persoonlijke mening, heb heel sterk de gedachte dat je toe moet naar modellen per centrum. En dat je die, naast dat je ze ontwikkelt, ook in die zin moet laten bijleren. En hoe je dat dan precies implementeert en met wat voor frequentie en dergelijke, Dat is aan de eindgebruiker, maar dit soort modellen zijn over het algemeen gewoon slecht in het extrapoleren. En als je dus een populatie ziet die langzaam gaat veranderen, en ik denk dat hoofdstuk 9 daar een heel mooi voorbeeld van is, dan gaat de prestatie van het model gewoon achteruit. Dat is inherent aan dit soort technologie. Als we dan kijken naar de toepasbaarheid, hè, en van dit soort nieuwe innovaties in de gezondheidszorg. Is dat realiseerbaar, denkt u? Dat je elke keer moet zo'n model toch weer gefine-tuned worden naar de situatie waarin het wordt toegepast? Ik denk dat dat... Dat de voorwaarden kunnen bedenken, hè? Het concept dat zeker toepasbaar is in elk centrum, dat hebben we hier ook aangetoond. En technologie erachter, als je daar de juiste middelen en personen voor hebt, dat ook zo is. Sterker nog, ik denk dat als we een model ontwikkelen wat we in ieder centrum toepassen, zien we daar ook verschillen in prestaties. Dus al hadden we een algemeen model gemaakt en dat getoetst
in de verschillende centra, dan hadden we daar waarschijnlijk ook fluctuaties gezien in de diagnostische prestaties. Laatste vraagje. We weten natuurlijk dat binnen de laboratoria verschillende technologieën worden gebruikt voor de metingen. Is dat een parameter die van doorslaggevende betekenis kan zijn? Ik denk bijvoorbeeld, ik zag een voorbeeld van u dat u albumine neemt bij bepaalde patiënten als voorbeeld. We hebben twee methodes in het land, of internationaal zelfs, die behoorlijk verschillen opleveren. Zijn dat soort verschillen van doorslaggevende betekenis volgens u? In het geval van ons niet, want wij hebben een model ontwikkeld per centrum. Maar ga je inderdaad toe naar een algemeen model, dan moet je dus heel goed nadenken over wat doe je met methodeverschillen, wat doe je heel simpelweg met de manier van rapporteren. Je kunt je voorstellen als een albumine in twee verschillende eenheden wordt gerapporteerd, dan krijg je heel andere getallen. Maar door het model te ontwikkelen per centrum ondervang je eigenlijk automatisch dit soort problemen. Dank u zeer voor de antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan de professor. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door dokter Dijkgraaf. Zij is universitair hoofddocent biochemie aan deze universiteit. Ja, dank u, prorector. Geachte promovendus, allereerst wil ik u van harte feliciteren met het gereed komen van uw proefschrift, waarin u mooi multidisciplinair hoogwaardig onderzoek beschrijft. En in mijn felicitaties wil ik natuurlijk ook uw promotieteam betrekken. Het verheugt mij heel erg om te zien dat in hoofdstuk 6 ook organische synthese is gedaan. Hè? Dus dat er organische synthese aan onze universiteit wordt uitgevoerd. En u beschrijft in hoofdstuk 6 hoe twee nitroimidazol-verbindingen gebruikt kunnen worden voor de detectie van hypoxie. En ja, ik wil hier dan ook wat vragen over stellen. En ik wil graag beginnen bij de reductie en dan met name een algemenere vraag. Want kunt u mij vertellen hoe radiochemische reductie werkt? Want u gebruikt er twee methoden, hè, om die nitroimidazolverbindingen te reduceren. U gebruikt zink of een radiochemische reductiemethode. Ja, in het verleden heb ik ook in radiochemie gewerkt. En daar was eigenlijk altijd het probleem dat we een verbinding, juist een peptide of een proteïne, juist oxideerden. Omdat je door de ioniserende straling juist radical oxygen species krijgt. Dus kunt u mij eens wat meer vertellen over radiochemische reductie? Zegelen Dobbenen, dank voor uw mooie woorden en ook de zeer interessante vraag. Inderdaad, we hebben reductie toegepast met name eigenlijk om het in vivo effect na te bootsen. We hebben dat op twee manieren gedaan. De eerste was meer chemische, met zink en ammoniumchloride, sorry. En de tweede, dat was radiochemisch. En dat die tweede hebben we met name gedaan omdat we zagen dat we op die manier heel effectief twee nitrimidazolen aan eiwitten konden binden. En dat is eigenlijk een protocol wat we hebben kunnen verkrijgen via een samenwerking met onderzoekers in Amerika. En het wordt even kort beschreven op pagina 86, aan het einde van de eerste paragraaf. En eigenlijk hebben we middels straling in een oplossing zonder zuurstof, dat is denk ik heel belangrijk om even te beseffen. Dat er dus geen zuurstof in zit, hebben we daarbij die oplossing hebben bestraald. En eigenlijk ging dat in twee fases. Enerzijds om je nitrimidazol te reduceren en anderzijds ook om de zwavelbruggen van je eiwit terug te krijgen naar vrije thiolen. Ja, nou ja, u beantwoordt hiermee inderdaad twee vragen in één klap. Want u geeft inderdaad dus al aan een zuurstofvrije oplossing. En ook dat u uw verbinding daarmee reduceert, hè, de eiwitten. Want dat is dus heel belangrijk inderdaad. En dat ontbrak, want dat was mijn vraag eigenlijk ook op pagina 94. Want dan geeft u dus inderdaad aan in figuur 3c. Ik mis daar het woord reductie voor het eiwit. Want in één keer is die thiol gereduceerd, maar u gebruikt dus de reductiemethode voor het eiwit en nitroimidazol. Wanneer ik naar pagina 90 ga, naar figuur 1, dan zie ik twee nitroimidazolverbindingen die u dan getest heeft op cellen. En u ziet dan inderdaad het verschil tussen normoxische en hypoxische condities. Dus dat is prachtig. Maar er zitten ook grote verschillen tussen de cellijnen. Heeft u daar een verklaring voor? Daar kunnen heel veel hypothesen aan de grondslag liggen. Het
Ten eerste hebben we twee hartcellen gebruikt en de HepG2, dat is een cellijn afkomstig uit de lever. Alle drie de cellen zullen sowieso een hele andere capaciteit hebben om te gaan met zuurstofstress. Zullen metabol heel anders in elkaar zitten. Dus we hebben daar verder niet heel uitgebreid naar gekeken, moet ik zeggen. Maar dat geeft vast en zeker met het metabolisme en de afkomst van de cellen te maken. Ja, nee, dat ben ik helemaal met u eens. Want inderdaad, die HLA-cellen, dat zijn cardiale cellen inderdaad, ja. Nee, daar kunnen inderdaad gigantisch, ja, enorme verklaringen voor gevonden worden. Wat me nog wel opviel is dat hier in de cellijnen ook de EF5 en de PIMO, dat die verschillende resultaten boeken. Als u kijkt bij de SV40-cellen, ziet u dat PIMO het veel beter doet. En terwijl dat bij de HL1-cellen EF5 het beter doet. Heeft u daar over nagedacht wat daar ten grondslag aan kan liggen? Goede vraag. Ik denk inderdaad dat je sowieso kunt concluderen dat EF5 en pimodazol anders binden. Zowel kwantitatief als kwalitatief zien we ook andere bandjes oplichten. Hè. Dat is ook wel bekend uit de literatuur en dat wordt met name toegespitst aan de verschillende zijgroepen die ze toch hebben. Daardoor hebben ze ook andere verdelingscoëfficiënten en dergelijke in het lichaam. Specifiek uw vraag over waarom bij de ene cellijn het EF5 beter laat doen dan PIMO. Ik weet niet helemaal zeker of we dat zo kunnen stellen. Dit zijn wel onafhankelijk experimenten geweest, waarbij we dus niet direct één op één die cellijnen hebben vergeleken. Dat was verder ook niet het meest relevante voor het huidige artikel. Nee, dat begrijp ik. Maar ik kan me voorstellen dat u wel een voorkeur heeft voor een bepaalde stof. En dat is eigenlijk ook mijn volgende vraag. Want wat is de toekomst? Hè? Hoe zou u verder gaan met deze verbindingen? Welke verbinding zou u kiezen voor uw tracer om myocardinfarct op te sporen in de aanwezigheid van hypoxie? Welke zou u dan nemen en waarom? Ja, dat is een hele lastige vraag. Deze twee, dat was een vrij pragmatische keuze. Dit zijn de twee meest gebruikt en zijn ook beide goedgekeurd voor gebruik in patiënten. Hè? Dus dat maakt het volgtraject een stuk makkelijker. Het is wel zo dat ik heel eerlijk moet toegeven dat beide hebben vroeger ook wel wisselende resultaten laten zien in patiënten. Dus mogelijk dat we nog verder moeten kijken dan deze twee. Maar als we dan toch een keuze moeten maken, dan verwijs ik u graag even naar de supplemental table. Even aan mijn hoofd kijken. Ja, u had zeer veel supplemental information in dit hoofdstuk inderdaad. Dat was een hele berg. En dat gaat dan met name naar de supplemental table 3. Waarbij we eigenlijk zien welke adducten we vonden op het troponine I, want dat is toch ons meest interessante eiwit. Hè? En daarbij zien we eigenlijk dat zowel EF5 als PIMO gedetecteerd wordt. Dus wat biochemisch gezien zijn ze beide voor ons goed. En als ik zo nu de keuze moet maken, maar dat is echt persoonlijk, zou ik voor pimonidazol gaan, omdat dat toch de meest gebruikte marker is op dit moment, zeker in de oncologie. Ja, ik dank u van harte voor mooie antwoorden en ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor De Jonge. Hij is hoogleraar in de klinische chemie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor uw komst. Oh, zo ben ik hoorbaar. Nou, ook felicitaties. Switch on your microphone. Felicitaties voor het promotieteam. Het is altijd wel genoeg om te zien hoe basale wetenschap, translationele wetenschap en kliniek allemaal bij elkaar komen in de Maastrichtse promoties. Dat is heel leuk om te zien. Ik wil met name even van de paranimverstelling 6 oplezen. Niet de klinische effectiviteit van de biomarker, maar alle randzaken eromheen bepalen in hoge mate de kans tot succesvolle implementatie in de kliniek. Dank u wel. Ja. Nou, dat was een hele lange zin. Hè? En dat was mijn eerste snelle vraag, snel antwoord graag. Is deze stelling nou uit frustratie of is het gewoon pragmatisme?
Hoogleden op een dank voor uw mooie woorden en interessante vraag. Ik hoorde even niet. Is het een frustratie? Is het uit frustratie gekomen, deze stelling? Of is het meer pragmatisch? We hebben allerlei mooie markers, maar dat lukt maar niet om te implementeren. Lastige klinici, industrie, ik noem maar wat. Ik weet niet of het een frustratie is, maar het heeft me wel verbaasd. Laat ik het zo stellen. Oké. Toch een lichte vorm van. Opperste verbazing. Ja, interessant. Ja. Oké, nee, dat. En u gaat op bladzijde 11, vond ik heel leuk, dat gaf u ook in de introductie. U laat eigenlijk zien hoeveel nieuwe onderzoeken er zijn. Wat mij opviel is dat er eigenlijk maar één of twee, of nog niet eens één per jaar, dan de realiteit halen. Dat is eigenlijk uw argument, hè? Vond een hele mooie opbouw in die inleidende hoofdstuk. Collega Smulders, Ivo Smulders uit Amsterdam, die heeft dat wel eens de bodemloze biomarkerput genoemd. Maar met nog geen één per jaar dacht ik, dat valt eigenlijk best wel mee. Maar goed, uw frustratie was juist dat er heel veel van dat onderzoek niet de praktijk haalde eigenlijk. Hè? Maar één per jaar, als je dat vergelijkt, ik weet niet hoe dat bij geneesmiddelen zit, viel me eigenlijk nog wel mee. Ja goed, dat gaat dan specifiek over het goedkeuren van de FDA van, ja, in dit geval eiwitbiomarkers. Dus dat spreken dan wel over een subklasse van. Maar goed, het goedkeuren staat dan weer niet natuurlijk gelijk aan het gebruik ervan. Ja. Ik denk dat er heel veel biomarkers goedgekeurd worden. We kunnen waarschijnlijk hier met z'n tweeën een lijst beginnen die wel goedgekeurd zijn, maar alsnog niet en nooit gebruikt worden. U noemt de procalcitonine, ja. Nou, is een van mijn, en dat gaat eigenlijk over implementatie. U gebruikt het argument, er wordt heel weinig geïmplementeerd, dat ben ik met u eens. En lijkt me een groot probleem. Een van mijn stellingen is dat komt door het prestatiemodel. Dus in uw prestatiemodel staat dat u minimaal 4 artikelen, eerste auteur, bladibla. Anders had u hier niet gestaan. Stel nou dat het prestatiemodel was geweest, u moet tenminste één artikel publiceren waarin iets staat wat al geïmplementeerd is of, nou ja, zeg maar in de hele nabije toekomst geïmplementeerd zou kunnen worden. Hoe had uw proefschriften dan uitgezien als u zeg maar naar de hoofdstukken kijkt zoals ze er nu in staan? Een stuk dunner. Eén hoofdstuk, ja. Maar welk hoofdstuk had erin gestaan? Ik begrijp waar u vandaan komt. Nou, ik denk dat dan als we er heel sec naar gaan kijken, dan zou dat over de eerste 4 hoofdstukken gaan die we dan nog kunnen behouden. En de laatste 5 die verwijzen dan even naar de prullenbak. Ja, de eerste 4 gaat meer eigenlijk over van het is handig om te weten dat wat iets interfereert. Mm-hmm. Dus die tel ik even niet mee. Dan beperken we ons tot eentje. Tot 1? Sorry? En welke was dat dan? Dat zou dan hoofdstuk 5 zijn. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 ging over de... Met de theoretische peptides. Ja, dat was ook. Oké. Nou, heb ik een vraag over die randvoorwaarden die zij van eigenlijk alle andere dingen dan de technische zaken die noemt. U hangt het op aan het Horvath-model, hè, wat een heel mooi framework is. Vond ik ook heel goed dat u dat deed. Maar welke randvoorwaarden? Hè? We hebben natuurlijk al een beetje krijgen de kritiek als klinisch chemici, een beetje de labnerds en nerds van het ziekenhuis. Hè? Altijd de inhoud in. Maar wat zijn dan die randvoorwaarden waar we misschien beter rekening mee zouden moeten houden voor implementatie? Wat kunnen we daaraan doen? Ja goed, we hebben dus inderdaad die 5 componenten genoemd. En ik beschrijf ook in de introductie dat ook al kun je al die 5 componenten afvinken, dat het inderdaad dan vaak toch niet gaat. Ik denk die randvoorwaarden, dat is een hele lange lijst, maar daar spelen verschillende componenten, onder andere denk ik politiek. Maar uit uw ervaring, wat staat op 1? Waar zouden we rekening mee moeten houden wat niet inhoudelijk is, wat niet technisch is? Ja, dat is heel ingewikkeld, omdat ik denk dat toch gewenning bij mensen optreedt en dat daarom heel moeilijk is om nieuwe concepten daarin te brengen. Tenzij het dusdanig overtuigend is dat je er echt niet omheen kunt. Maar dat is voor weinig biomarkers weggelegd. De meeste zullen zeker verbetering opleveren ten opzichte van de huidige situatie, maar niet voldoende om mensen echt in beweging te krijgen. Oké, dank u wel. Ik weet niet of er nog tijd is voor een... Ja. Nou, dan gaan we even naar de troponitis. Dat is iets wat ik hier vorige keer geleerd heb.
van de cardioloog-internisten. Toen ik laatst de marathon van Amsterdam eindigde en aan het bier zat, toen bedacht ik mij, als ik nu neerval, wat voor reden dan ook, dan maak ik de spoedeisende hulp wel heel lastig. Want dan is mijn hartmarker waarschijnlijk de troponine hoog. Maar de vraag of ik een hartinfarct heb, is dan, het is maar de vraag, het is eigenlijk uw onderwerp, hè? Is het nou hypoxie of is het gewoon te veel bier na een marathon en totale uitputting? U komt er met een best wel ingewikkelde oplossing, hè? Mm-hmm. Met die, daar is net ook al een vraag over gesteld. Is dat nou iets, gaan we dat nou met, u liet dat ook mooi in het plaatje zien, gaan we dat nou met antilichamen oplossen, gaan we dat massaspectrometrie oplossen? Of zou je het ook nog met een machine learning model kunnen maken waarin je bijvoorbeeld meeneemt marathonloper, bierdrinker, leeftijd, ik noem het maar wat. Heel interessante vraag. Ik denk dat er daar een aantal dingen in parallel lopen. Hetgeen wat wij hier beschrijven, dat is één oplossing. Een andere oplossing die we vaak brengen in Maastricht is ook het detecteren van de verschillende fragmenten. Ik denk toch dat we inderdaad naar een oplossing toe moeten die echt biochemisch het verschil kan maken. En waarom ik dat denk is dat er is best wel wat literatuur nu verschenen over machine learning en myocardinfarcten. Ook met extra variabelen, dus klinische variabelen zoals u noemt. En wat we daar toch in zien is dat de specificiteit daarin vaak niet verbeterd wordt. Het is vaak toch de sensitiviteit dat ze toch nog iets zekerder mensen kunnen uitsluiten. Mm-hmm. Dus ik zit dan toch meer in de biochemische hoek, eerlijk gezegd. Oké. En gaat, volgens mij heeft u goed contact met Roche. Gaat die daarin mee? Gaan die daarin samenwerken? Vinden zij dat ook? Ik moet heel eerlijk toegeven, denk ik, dat in de huidige situatie waarin we zitten met dit onderzoek, dat nog te ver weg staat van een echte klinische toepassing. We zouden dit eerst moeten aantonen, denk ik, in levende celsystemen. En misschien een proof of concept immunoassay moeten opzetten. Want de huidige meetmethode, zoals we het gezien, is het allemaal nog massaspectrometrie gebaseerd. Oké, dank voor uw mooie antwoorden en ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal worden voortgezet door professor Dekker. Hij is hoogleraar Clinical Data Science aan deze universiteit en vandaag secretaris van deze commissie. Dank u wel, meneer de prorector. Ook namens mij de felicitaties voor dit mooie proefschrift ook aan uw promotieteam. En ik wil toch ook de familie, vrienden en anderen die u lief hebben bedanken voor de ondersteuning die u ongetwijfeld van hem heeft gehad buiten uw werk. Het zal u niet verbazen dat ik met name over machine learning en data met u van gedachten wil wisselen. En dat wil ik eigenlijk beginnen op pagina 167 in supplement figuur 8 in hoofdstuk, 6 in hoofdstuk 8. U moet mij vergeven, ik ben klinisch fysicus, geen klinisch chemicus. En ik weet dus niet precies wat numeric amount of lab betekent. Kunt u me dat uitleggen? Hoogleraar opponent, dank voor uw mooie woorden en de interessante vraag. Dat is de hoeveelheid laboratoriumtesten die aan is gevraagd door de dokter. Ja, daar was ik al bang voor. Want dan is het heel eenvoudig om overleving te verbeteren. Je moet gewoon de eerste hulp vragen om minder aan te vragen. Of niet? Of is dat een domme vraag? Dat klopt. Dat klopt. Dus ik denk dat ik heb een beetje gevoel waar u naartoe wil. Dit model wat we ontwikkeld hebben is dus zeer afhankelijk van aanvraaggedrag van de doktoren op de eerste hulp. En inderdaad, om het heel makkelijk te stellen is, als een dokter dit graag wil beïnvloeden, dan is een van de makkelijkste dingen om te doen om gewoon meer laboratoriumtesten aan te kruisen. Maar waarom vraagt een eerste hulparts veel testen aan? Ja, kijk, dat is denk ik een hele interessante discussie. Ik denk dat die hoeveelheid lab die aangevraagd wordt, dat is best wel een mooie proxy voor het onderbuikgevoel van de dokter op de eerste hulp. En waarschijnlijk komt die daarom ook zo sterk uit die SHAP-analyse zoals je die in figuur 6 ziet. Ja, dus zo'n SHAP-analyse moet je eigenlijk gebruiken omdat het algoritme dat u gebruikt, hè, een gradient boost, van zichzelf heel intransparant is. Hè? En dus, ja. Dus hebben we dan methodes voor SHAP om het te verklaren. Maar toch terug naar mijn originele vraag. Dus als een patiënt komt dit de eerste hulp aan en die dokter wil zorgen dat deze patiënt na 31 dagen nog in leven is. Is het dan verstandig van die dokter om minder lab aan te vragen? Want dan zegt uw model, die patiënt gaat langer leven.
Het is denk ik niet zo zwart-wit. Het is een van de variabelen die bijdraagt aan een hoge of lage risicoscore. Wel de sterkste, dat moet ik toegeven. Dus als de dokter graag een lage uitkomst wil zien, dan is dat over het algemeen waar. Alhoewel moet ik daar wel de nuance bij plaatsen dat als we even naar plaatje supplemental figuur 8 gaan. En we kijken even naar de eerste rij figuren. Daarin zien we eigenlijk weer de individuele SHAP-waarde van de hoeveelheid lab. En daarin zien we een heel interessant patroon, denk ik, bij de hoeveelheid lab. Dat als we weinig lab aanvragen, dan dat is dus op de x-as. Dan zien we eigenlijk dat dat op een gegeven moment een soort van tweesplitsing wordt. Of naar boven of naar onder. Dus het lijkt zo te zijn dat bij een deel van de patiënten met weinig lab, om het even plat te slaan, die hebben daadwerkelijk een laag risico. Maar een deel van de patiënten met weinig lab, daarin loopt het SHAP-getal dus omhoog. Daarin lijkt het wel alsof de dokter heeft onderschat dat die patiënt komt te overlijden en daardoor dus... Ja. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat u met me eens bent dat het nooit zo kan zijn dat wat een dokter op een formuliertje aankruist in de eerste hulp aan lab, de overleving van die patiënt bepaalt. In causaal verband bedoel ik dan. Want klinische chemie is heel indrukwekkend, maar u bepaalt niet de overleving van die patiënt. Nee, klopt, nee, dat klopt toch? Het heeft totaal geen causale relatie. Nee, precies, precies. Daar wou ik even met u naartoe. Dan heeft u een interessante stelling namelijk nummer 7. En dat gaat over Bayesiaanse statistiek. Dat vindt u een ondergewaardeerd fenomeen. Kunt u me uitleggen waarom dat ondergewaardeerd is? Omdat ik denk, als je nadenkt over wat de filosofie van de Bayesiaanse statistiek is, dat is denk ik iets wat doktoren al gewoon in hun klinisch redeneren vanzelf al heel veel doen. Ze nemen altijd wel de a priori kans mee. Sterker nog, dat zouden ze moeten doen om goede diagnostiek bijvoorbeeld te bedrijven. En wat je dus gewoon ziet, en zeker in de medische wetenschap, is dat als we gaan kijken naar hoe wij kijken vaak naar wetenschap, wordt dat gewoon vaak niet in die context geïnterpreteerd. Ja, daar ben ik heel met u eens. Hè. En een van de belangrijkste modellen die we hebben, die Bayesiaanse statistiek gemaakt, zijn Bayesiaanse netwerken. En Bayesiaanse netwerken, wat die eigenlijk zeggen is, nou, je observeert dingen, noem maar wat, aantal lab dat wordt aangevraagd. Maar eigenlijk is dat een surrogaat voor de algemene conditie van de patiënt, zoals u al zei, hè, een inschatting van de dokter. Dus er is een causaal verband tussen de hoe die patiënt binnenkomt op de eerste hulp en het aantal labwaarden wat wordt aangevraagd. Maar het echte causale verband is natuurlijk tussen hoe de patiënt binnenkomt op de eerste hulp en overleving. Het uit elkaar trekken van dat soort dingen maakt dat we modellen kunnen maken die niet alleen uitlegbaar zijn, maar ook causaal zijn. En dan wil ik met u, mijn laatste vraag is de stelling van, vindt u niet dat we meer moeten gaan naar dat soort wellicht veel eenvoudige modellen, maar die wel causaal zijn en die een actie opleveren die zin hebben, zoals bijvoorbeeld een behandel op basis van een biomarker, een behandeling op basis van een biomarker, in plaats van complexe modellen maken, die we ook maken hoor, waarin we zien dat het aantal labwaardes de overleving bepaalt? Dank u wel voor uw zeer interessante stelling. Ik ben het daar volledig mee eens. Ik denk dat überhaupt je niet te snel naar complexe modellen moet grijpen als een eenvoudigere variant daarvan, of eenvoudige methode, ook voorhanden is die vergelijkbare dingen presteert. Zeker als het daarbij ook nog een bepaalde mate van uitlegbaarheid krijgt. Wat je bij dit soort dingen, je kunt ze natuurlijk uitlegbaar maken, dat hebben we net besproken, maar dat is niet echt uitlegbaar zoals wij denken dat, of zoals wij uitleggen dat het is. Dus ik ben het daar volledig mee eens. Ik geef het woord graag terug aan het project. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door dokter Van Bussel. Hij is intensivist en epidemioloog aan deze universiteit. Geachte heer de promovendus, eerst heel gefeliciteerd met het fraaie werk, ook voor het team. Je toch wel hele uitlopende studies zien van moleculen tot big data en dan allemaal met verschillende aanpakken. Dus laat in ieder geval zien dat u de uitdaging iedere keer aandurft te gaan. Dat is hartstikke mooi. Ik wil eerst even over gedachten wisselen over hoofdstuk 7 met u. Want ik vraag me af, is de vergelijking die u maakt met de drie aanpakken wel eigenlijk eerlijk? Hè? Je hebt een aantal dokters die mogen
ja, de data zien en dan kijken of de patiënt overleeft. U hebt een aantal modellen die ja, uit de literatuur komen. Die past u dan toe op de dataset. En daarnaast gebruikt u een hele krachtige machine learning techniek om een heel mooi gefit model te maken wat eigenlijk precies past op uw dataset en het dan het beste doet. Wilt u daar eens op reageren? Zeer geleden op een dank voor uw mooie woorden en de interessante vraag. Korte antwoord is nee, dat was niet helemaal eerlijk. Ik denk zeker dat de manier hoe wij de informatie aan de artsen hebben gepresenteerd, dat dat niet de daadwerkelijke situatie weerspiegelt. Ze hebben op papier dan wel zowel de volledige voorgeschiedenis, inclusief anamnese, et cetera, voorhanden gekregen, maar ze hebben de patiënt nooit daadwerkelijk gezien. Dus dat weerspiegelt nooit de echte situatie in een ziekenhuis. Daarbij komt het inderdaad dat dit soort scores ontwikkeld zijn op andere cohorten. En ons algoritme op dit cohort is ontwikkeld. Dus daar zie je ook al een zekere discrepantie, dat je een soort van externe versus interne validiteitsprobleem hebt. Ja, het kwam al voorbij, hè? Eerder ook over de prevalentie van de sterfte, dat invloed heeft op de area under curve, maar ook ja, het aanvraaggedrag in lab. Hè? Dus in hoofdstuk 9 laat zien dat de area under curve omlaag gaat in het COVID gebeuren. En ja, bij COVID hebben we natuurlijk ook een andere werkwijze gehanteerd, omdat we gewoon overweldigd waren. Dus misschien dat ook in dat model uiteindelijk terechtkomt. Wat ik verder nog wilde vragen nu, de hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, wat is precies het verschil tussen die twee modellen? Want het impliceert mij dat het hetzelfde model is, of dat het toch net wat anders is. Kunt u dat toelichten? Ja, technisch gebruiken we van, ze hebben gebruik gemaakt uiteindelijk van dezelfde techniek. Dat is een gradient boosting tree, om het even te specificeren. Wat wel substantieel anders is, is dat het hoofdstuk 7 is een bepaalde populatie die geïncludeerd is op basis van de CIS-criteria, hè, dus die echt sepsisachtige beelden hebben. En in hoofdstuk 8 hebben we gewoon echt een alkommerspopulatie gepakt van de volledige spoedeisende hulp. Dus ik denk dat het conceptueel vrij vergelijkbaar is, maar de populatie die we gebruikt hebben ja, wel anders zijn. Nou, dat is eigenlijk een cohort en een soort real-life data. Ja, En houden die modellen dan ook rekening met patiënten die twee keer op de spoed zijn geweest? We hebben daar in die zin wel rekening mee gehouden. We hebben herpresentaties binnen een bepaalde tijd hebben we geëxcludeerd. Okay. Maar als daar genoeg tijd tussen zat, dan beschouwden we dat wel gewoon als een nieuwe presentatie. En in die zin dus valide om opnieuw te gebruiken. Okay, maar dat is wel een aanpak. Want ja, wat ik me ook afvroeg is dat u... Kijk, in hoofdstuk 5 gebruikt u ook data uit twee centra, Basel en Zurich. En dan combineert u die data. In hoofdstuk 8... maakt u dan eigenlijk vier strata, laat u eigenlijk per ziekenhuis het model zien. Hebt u niet overwogen om met zo'n AI-techniek te kijken of je die data kunt combineren en dan ook met afhankelijkheid van data rekening kunt houden? We hebben, kan zo'n techniek dat? Ja, we hebben exploratief wel eens gekeken naar het combineren van data. Ik moet zeggen dat ik niet volledig helder heb wat daar de resultaten van waren. Het was in ieder geval niet aantrekkelijk genoeg om dat te doen. En daarbij komt denk ik ook dat dit ook wel voor ons een pragmatische oplossing was, omdat je in die zin de data niet bij elkaar hoeft te krijgen en dat is vaak ethisch en juridisch et cetera vrij ingewikkeld en met C-technisch. En we zijn dus meer gegaan naar een model waarbij je echt het machine learning model naar de data toe brengt. Mm-hmm. Dat is ook iets wat je terugziet in de literatuur, ze noemen dat wel federated learning, waarbij je eigenlijk meer de modellen naar de centra brengt in plaats van dat de data uitgewisseld moet gaan worden. Dus het past beter bij misschien een toekomstige implementatiestrategie. Ja, ik geloof daar wel veel meer in, inderdaad. Ja. En nou, u zegt op een gegeven moment ook heel mooi dat u die modellen explainable wil maken. Dan ben ik als dokter ook blij, want dan denk ik, dan snap ik wat ik moet doen. En dan krijg ik zo'n patiënt. En wat ik altijd lastig vind van de machine learning modellen, ik zie nooit weegfactors. Dus ik kan eigenlijk nooit aan het bed uitrekenen als ik de variabele heb, wat die patiënt dan scoort. Hoe moet ik dat nou doen met zo'n ja, model op de spoedeisende hulp? Als ik een individu heb en ik wil nou weten, gaat deze individu nu een goede kans maken of niet? Ja, kan ik dat doen? Nou, dat is dus het nadeel van dit soort modellen. In theorie kun je zo'n beslisboom zoals wij die ontwikkeld hebben, zou je kunnen laten uitprinten en die kunnen volgen. Maar goed, dat is natuurlijk in de praktijk niet te doen. Dus het simpele antwoord erop, het is geen eenvoudig ouderwetse klinische risicoscore die op 3, 4, 5 variabelen gebaseerd is en die bijvoorbeeld met logistische regressie gemaakt is. Dus Dat gaat gewoon niet. Dat zal altijd ingeprogrammeerd moeten worden binnen de huidige systemen die we hebben binnen een ziekenhuis.
Oké, mooi. Bedankt voor uw antwoorden. Ik zou ook nog even vragen of met u gedachten wil lessen over hoofdstuk 2 en 3. Daar kijkt u naar troponine T en troponine I. En u laat een heel mooie figuur zien op pagina 33 over het beloop en de tijd in een non-STEMI-populatie. U zegt eigenlijk, eerder in een STEMI-populatie zijn er ook in de tijd, hebben ze beloop laten zien. En was er met name TNT ook bifasies. U concludeert dat u eigenlijk toch wel resultaten vindt die daarbij aansluiten, maar ik zie eigenlijk toch niet echt een bifasisch grafiek als ik dat goed zie. Ik weet niet hoe u dat ziet. Ja, ik denk het terechte vraag. Wat we inderdaad weten vanuit de patiënten, de STEMI-groepen, dus wel met ECG-afwijkingen, dat we inderdaad een vertraagd patroon zien bij T, waarbij die een beetje plateaut. Dat zien we in principe ook terug in onze populatie. Ik moet zeggen dat bifasisch is misschien als woord een beetje ongelukkig gekozen, maar dat is met name destijds gekozen, ook omdat vanuit literatuur dat zo benoemd werd. En dat duidt er met name op dat wat eigenlijk zien bij I, dat is de blauwe lijn, dat het relatief snel weer richting baseline gaat. En dat troponine T toch wat vertraagd lijkt te dalen. Maar vindt u nu hetzelfde als bij STEMI of met iets anders in non-STEMI? We vinden dus een... In STEMI was bekend dat we dit patroon zagen. En in non-STEMI zien we nu een vergelijkbaar patroon. ORF. Meneer Van Doorn, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De commissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitkomst van dat beraad in deze zaal af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. The line, I know
waste all your time. Cause I'll go, I'll go, I'll go the extra mile. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Get the mileage, traveling so far. Though these nights seem long, I know that I am never on my own. Know you've won the battle once you outside, 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die.
druk. Meneer Van Doorn, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift vanmiddag heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Bekers is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden en het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u William Petrus Theodorus Maria Van Doorn tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Ik mag je als eerste feliciteren en de laudatio wordt uitgesproken door Steven. Beste William, dokter, met grote trots mag ik je vandaag toespreken en feliciteren op deze belangrijke dag. Je hebt een mijlpaal bereikt. En bij deze felicitaties namens Otto en mezelf wil ik ook je ouders betrekken, je vriendin Kim en je broer die hier vandaag naast je staat als paranimf. Piepjong was je toen je die eerste stappen zette op ons lab in 2014. Dat was voor de stage van de opleiding chemie die je volgde aan de Avans Hogeschool te Breda. Ik heb zelfs de exacte startdatum nog even laten opzoeken door Serva hier ook aanwezig, omdat ik twijfel of je 19 of 20 was toen je bij ons binnenkwam. En ik had hoop op 19, omdat dat nog indrukwekkender zou klinken in deze laudatie, maar het was net een paar maanden 20. Maar goed, het punt hiermee is denk ik wel duidelijk. En daar was je dus 20 jaar jong en je deed stage bij onze cardio-onderzoeksgroep onder begeleiding van Sander Streng, die ook hier ook trots toekijkt uit het publiek. En je maakte toen diepe indruk op mij. Je was buitengewoon leergierig en gemotiveerd. En niet de klassieke cum laude student die het trucje beheerst om te pieken naar een tentamen. Ik denk dat je daar misschien zelfs juist iets minder goed in was. Maar een heel bevlogen jongen die constant op zoek was naar diep begrip in alles wat hij deed. En een soort oprecht verlangen om precies te willen begrijpen hoe dat het zit. En voor mij was dat een absolute verademing in een ziekenhuisomgeving die steeds meer gedomineerd wordt door blind vertrouwen op protocollen en richtlijnen, vaak met maar beperkte kennis van context of waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Die eigenschappen combineerde je met een groot incasseringsvermogen als het een keer tegenzat en een verwondering voor nieuwe dingen waarvan je hoopt dat mensen het nooit zouden verliezen. Het niveau dat je haalde als 20-jarige in een hbo-stage oversteeg dat van de meeste promovendi in de eerste jaren van het promotietraject. Toen wist ik het al zeker. Die mag niet weg.
Na het behalen van je HBO startte je met een universitaire biomedische master in Maastricht. En die combineerde je met een aanstelling van 1 dag in de week als studentassistent in ons laboratorium. Je begon te werken aan een onderzoeksidee dat in mijn ogen de heilige graal is van de cardiale biomarkers. Het ontwikkelen van een hypoxie-specifieke assay. Conceptueel hadden we een idee over hoe het eruit zou kunnen zien. Maar we hadden geen enkele aanwijzing of het ook technisch echt mogelijk zou zijn. Het idee was zelfs zo risicovol dat ik het in dat stadium nooit aan een promovendus had durven geven. Simpelweg omdat de kans op een mislukte promotie te groot was. Als studentassistent had je echter weinig te verliezen. En je ging ermee aan de slag, letterlijk vanaf nul. Je overtrof alle verwachtingen. Niet dat het moeiteloos ging, integendeel. De ideeën en hypotheses die doodliepen, of de experimenten die mislukten, waren talrijk. Maar in de 2 jaren als studentassistent legde je wel een basis die voldoende hoop en vertrouwen gaf om het project voort te zetten als promovendus. Als promovendus in ons lab start je tal van lokale samenwerkingen op. Leon Schurgers, Nico Dekkers, Casper Rauschop, Freek Bouwman, om er maar enkele te noemen. En ook internationaal, ik denk onder andere aan Cameron Kocht, ontdekker van de EF5-hypoxiemarker. En zelfs een werkbezoek van 3 maanden aan de Clarkson University in Potsdam, de Verenigde Staten, bij de laboratoria van Costa Derry en Achtman Meldman. En daar heb je een aantal cruciale experimenten gedaan om het project tot een goed einde te brengen. En die hebben geleid tot hoofdstuk 6 van je proefschrift. De essay zelf is er nog niet. Maar je hebt wel een ongelooflijk gedetailleerde blauwdruk gemaakt met zeer precieze aanwijzingen waarmee zo'n essay ontwikkeld kan worden. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik het de mooiste studie vind waar ik zelf ooit bij betrokken ben mogen zijn. Het tweede grote onderwerp van je proefschrift kwam eigenlijk per ongeluk. Ik weet nog, ik kwam op een maandagochtend mijn kantoor binnen voor ons wekelijks wetenschappelijk overleg. En mijn eerste gedachte toen ik je zag was: die jongen ziet eruit alsof hij rechtstreeks uit de kroeg komt. Ik ben nog steeds van mening dat die gedachte op basis van eerdere verhalen ook verdedigbaar was. Maar de waarheid bleek in dit geval toch genuanceerder. Je vertelde me namelijk dat je had meegedaan aan een of andere programmeerwedstrijd met vrienden, waarbij jullie binnen 48 uur een computerprogramma moesten schrijven in het kader van een soort wedstrijd. Daar werd niet geslapen en letterlijk in een team van 4, 5 mensen gedurende 2 dagen dag en nacht gewerkt. Ik vond het bizar en indrukwekkend. En nog diezelfde dag besloten we dat die programmeervaardigheden van jou niet onbenut mochten blijven in je promotietraject. We zetten samenwerking op met de afdeling interne geneeskunde, Patricia Stassen, Paul van Dam, Martijn Brouwers, om ervoor te zorgen dat de projecten die we bedachten een zo hoog mogelijke klinische relevantie zouden hebben. Hoofdstuk 7, 8, 9 en 10 zijn hiervan het prachtige resultaat geworden en je pioniert daarmee met AI-toepassingen in de laboratoriumgeneeskunde. Dat je goed bent in dit vak, uitstekend kunt samenwerken en inhoudelijk het verschil weet te maken, dat is denk ik inmiddels wel duidelijk. Maar op het lab viel je ook op een andere manier op. Buitengewoon behulpzaam, zorgzaam zelfs, goed gemutst en met een inmiddels wereldberoemde schaterlach die meermaals per dag over het lab galmt. Die zorgzaamheid blijkt ook buiten je werk. Je bent loyaal naar een grote vriendengroep en je bent in de weekenden nog steeds vaak bij je voetbalclub en vrienden in Brabant te vinden waar je vandaan komt. Bovendien heb ik gehoord dat je niet alleen helpt met het uittypen van de notulen van het werkoverleg, maar ook die van je moeder bij het uitgeven van de notulen van haar werk. Dat lijken misschien kleine dingen, maar ze zijn tegelijkertijd ontzettend veelzeggend en wat mij betreft van grote betekenis. Ze passen in een patroon en een beeld dat je de afgelopen jaren bij ons in het lab hebt neergezet. En verklaren de grote sympathie die je geniet van collega's. Beste William, het einde van mijn toespraak nadert. En ik wil deze laatste momenten aangrijpen om je ook te bedanken. Samen kunnen werken met buitengewoon getalenteerde mensen als jij is voor mij veruit de belangrijkste reden dat ik dit überhaupt doe. Ik heb minstens zoveel van jou geleerd als omgekeerd. En we hebben heel veel samen gelachen. Ik ben nog elke dag onder de indruk van alle programma's die je schrijft.
Het idee bijvoorbeeld om ChatGPT automatisch je WhatsApp-berichten te laten beantwoorden, vond ik buitengewoon hilarisch. Net als jouw software dat alle wetenschappelijke artikelen met een druk op de knop omtoverde in een audioboek. Dat vond je namelijk handig voor in de auto om efficiënt met je tijd om te gaan. Nou, ik kan jullie verklappen dat er nog enige ruimte voor verbetering zit bij het voorlezen van paginalange tabellen met p-waardes. Gelukkig blijf je bij ons, nu een opleiding tot klinisch chemicus. En daarmee zijn we de komende jaren verzekerd van een continue stroom van handige software, waarvan we niet hadden kunnen vermoeden dat we het ook echt nodig hadden. William, gefeliciteerd. Dank voor alles. Ga vooral zo door. En ik kijk uit nog naar mooie jaren. Dank voor deze mooie woorden. Dr. Van Doorn, namens de gehele universitaire gemeenschap feliciteer ik u van harte met het behaalde resultaat. Ik heb hier geen verstand van, maar wel van genoten. En dat is niet niks, zeg ik er maar meteen even bij. Voordat ik de academische zitting sluit, heb ik even nog een huishoudelijke mededeling. Dat is juist niet academisch. Wij maken zo even foto's. Ik verzoek u alvast naar de refter te gaan. Die weet u te vinden als u achter de pedel aanloopt, of misschien niet. Maar wij voegen ons zo snel mogelijk bij u. En dan zult u allemaal in de gelegenheid zijn om de jonge dokter te feliciteren. En daarmee sluit ik deze academische zitting. Zaak kan bewaken en ook de foto te zien is. En dan lopen we daarna even naar de trap. Ja? Als jullie met z'n drieën hiervoor komen staan, dan gaan wij daar zo'n beetje gegroepeerd achter staan. En misschien dat een van de paranimfen.